is moeilijk om één is eruit te kiezen. Maar het is natuurlijk het is nog steeds een heel mooie eer voor mij om kapitein te mogen zijn van deze spelersgroep. Ik denk dat de groep heel fel veranderd is sinds dat ik hier ben toegekomen. In mijn ogen hebben we nu de sterkste groep sinds dat ik er ben. En ik denk dat het mooie is omdat ik kapitein mag zijn van deze ploeg. En ik denk dat we tot mooie dingen in staat zijn met deze groep. Dus de toekomst ziet er goed uit voor Agent en voor deze spelersgroep. Dus hopelijk kunnen we nog iets moois van maken samen. En houden we de groep zoveel mogelijk samen. Ja, zeker. Het is natuurlijk sinds de eerste dag dat ik hier terugkwam, voelde het aan als thuiskomen. Dat heb ik al meermaals gezegd. En nu mijn contract te mogen verlengen hier, om nog zeker 3 jaar hier te zijn, is heel mooi en heel fijn. En daar ben ik ook heel fier op en heel blij mee. Dus hopelijk komt er nadien nog meer en blijf ik voor altijd een Buffalo. Ja, zeker. Maar ik denk ook gewoon de liefde en de warmte die ik krijg van de mensen hier. Er zijn heel veel mensen die ik persoonlijk ken ook. Dus gewoon het feit dat het voelt alsof ik echt in een hechte familie zit. En dat iedereen mij echt steunt en ook de ploeg steunt, is gewoon, geeft altijd een boost. En telkens als we het veld opkomen, hebben we het gevoel als spelers ook dat we voor echt onze fans spelen. En een echte band hebben met hen. Waardoor dat ik denk dat we gewoon goed presteren en echt alles aan onze kant hebben om topwedstrijd te spelen. En dat gevoel dat heb je niet altijd overal. En ik denk dat heel veel spelers in deze groep dat gevoel hebben. En vanaf dat ze bij de club komen gewoon warm ontvangen worden en het gevoel hebben dat we hier echt één echte familie zijn. Ja, het seizoen is nog maar net afgesloten, dus ik denk dat we heel tevreden zijn met de tweede plaats dan en de kwalificatie voor de Champions League. Ik denk dat de supporters daar in het begin van het seizoen heel tevreden mee zouden geweest zijn. En natuurlijk hebben we gezien dat we een goed seizoen hebben gespeeld. Hier en daar misschien een steekje hebben laten vallen, waar dat niet nodig was. Dus ik denk als we gewoon allemaal in dezelfde richting zetten en proberen om nog beter te doen volgend seizoen, denk ik dat we wel minimum hetzelfde moeten ambiëren en wie weet nog meer. Dus